was born in the United States. Ik ben geboren in de Verenigde Staten. I was born into the gospel. Ik ben in het evangelie geboren. I'm an eighth generation preacher. Ik ben een achtste generatie prediker. That's a big deal. En dat is niet niks. On my mother's side, van mijn moeders kant, my great great grandpa came from Hamburg, Germany. Mijn overgrootvader kwam uit Hamburg, yeah, in Duitsland. On my daddy's side, van mijn vaders kant, my great grandpa came from Ireland. Mijn overgrootvader kwam uit Ierland. And then they went to America. Toen zijn ze naar Amerika gegaan. And they married with native people. Ze zijn getrouwd met de lokale bevolking. Two different tribes. Twee verschillende stammen. And then we came along. En toen kwamen wij eraan. So I'm all this mixed up blood. Dus ik heb allemaal dat gemengde bloed. That y'all call American. Wat jullie Amerikanen noemen. So I am very privileged to have this heritage in the gospel. Ik ben heel blij dat ik deze erfenis heb in het evangelie. I want to go down here and introduce my wife. Ik wil heel graag even snel mijn vrouw introduceren. I'm not going to make her climb the stairs. I'll go down the stairs. Ik ga niet de trap laten trappen. This is my wife. Dit is mijn vrouw. We've been married 48 years to each other. We zijn al 48 jaar getrouwd. That's big, big thing. En dat is heel wat. And I'm very grateful. En daar ben ik heel dankbaar voor. I love you, Ma. Ik hou van je. Thank you. Holy. You know, all the years go by, you know. Al die jaren gaan voorbij. And you get all these attacks and all these diseases, all this stuff happens to you. Ik krijg al die aanvallen, die ziektes en al dat soort dingen, dat gebeurt met je. But I never did lose my playfulness. Maar ik ben nooit mijn speelsheid kwijtgeraakt. That's important in a marriage. En dat is belangrijk in een huwelijk. Ladies, dames, say yes. Dames, zeg ja. It's very important. Heel belangrijk. But you also, ladies, you need to be playful as well. Maar dames, jullie moeten ook speels blijven. And all the men say, yes, Lord. Ja, Heer. And my granddaughter's with us. Come, Cody. En mijn kleindochter is hier. She's 18. Ze is 18. She's a blessing. Ze is een zegen. She graduated from high school 2 years early. Ze is 2 jaar vroeger geslaagd voor de middelbare school. Because I invited her on a trip with me to Africa. Want ik heb haar uitgenodigd op een reis mee naar Afrika. But I told her she couldn't go if she was not out of school. Maar ik had haar verteld dat ze niet mee mocht als ze niet de school had afgerond. So she hurried up. Dus ze heeft zich gehaast. You want to say something? Thank you. Let's go back up, please. All right. Thank you, sir. So that's part of my family. Dus dat is een gedeelte van mijn gezin. I want to report to you that my first great-grandchild will be born in August. En ik wil u graag vertellen dat in augustus mijn eerste achterkleinkind geboren wordt. And I'm looking forward to teaching my great-grandchild how to raise the dead. En ik zie er nu al naar uit om mijn achterkleinkind te gaan leren hoe je de doden moet opwekken. Because it is the will of God for my family to raise the dead. Wil van God voor mijn gezin om de doden op te wekken. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Yeah. So. Dus. I was so blessed in my home. I guess our home was perfect, I guess. Ik was zo gezegend thuis en ja, ik vond zelf dat mijn gezin het perfect was thuis. My parents loved Jesus. They loved each other. I never saw my parents ever say a cross word to each other. En mijn ouders hielden van Jezus en ik heb ze nooit een boos woord tegen elkaar horen zeggen. So, I mean, I don't know, it was awesome. En het was gewoon geweldig. Great examples. Grote voorbeelden. My daddy carried 2 New Testaments with him every day. En mijn vader droeg iedere dag 2 Nieuwe Testamenten met zich mee. And he witnessed to everybody we met, everybody. En tegen iedereen die hij tegenkwam, getuigde die. Every day he got some people saved and gave them the New Testaments. En iedere dag werden de mensen gered en gaf hij ze de Nieuwe Testamenten. So this is how I was raised. Dus zo ben ik opgegroeid. Until I met the church. Totdat ik de kerk ontmoette.
Hopefully this is not you. En hopelijk gaat dit niet over u. But for the most part, the church is hypocritical. Maar voor het grootste gedeelte is de kerk schijnheilig. I was so offended by there were two major events. I will not describe them. I don't want to. I got something else to talk about. En er waren twee belangrijke dingen. Daar werd ik zo door beledigd. But I was so disappointed. I left my family and church and everybody. Ik was zo teleurgesteld. Ik verliet mijn gezin en mijn familie en iedereen. And I went out and joined the gangs. En ik sloot me aan bij een bende. And I was a bad guy for a while. En ik was een poosje een slechterik. But Jesus came. Maar toen kwam Jezus. And spoke to me audibly. En hij sprak hoorbaar tot mij. And I went with him. En ik ging met hem mee. And I come to find out. En ik heb ontdekt. He's enough. Dat hij genoeg is. Jesus is king. Jezus is koning. Jesus is king. Jezus is koning. It doesn't matter what the church does to me. En het maakt niet uit wat de kerk me aandoet. It doesn't matter what hell does to me. Het maakt niet uit wat de hel me aandoet. It doesn't matter what life does to me. Het maakt niet uit wat het leven me aandoet. It only matters that Jesus is king. Het maakt alleen maar uit dat Jezus koning is. Shakaba. So, I wanna start out. Like, there's two stories I want to tell you. I have to drive after a while, so I also have to go. So. Er zijn twee verhalen die ik wil vertellen. Ik moet zo weer verder. Dus, but I really want to push you into the possible of God. Maar ik wil u echt in de mogelijkheden van God plaatsen. Yesterday he read a Bible verse. Gisteren las hij een Bijbelvers. And it really quickened my spirit. En het heeft echt mijn ziel verkwikt. And so today I'm going to start with that verse and continue through. En vandaag wil ik bij dat vers beginnen en daarmee verder gaan. It really almost altered the way I preached yesterday. I already had something I was felt necessary to say, or I would have done it then. I'm doing it now. En het heeft echt mijn preek gisteren veranderd en ik heb het niet gedaan, maar ik ga het nu wel doen. So who do I speak to about the picture? And wie gaat er over het plaatje? Jav? Jan. Okay, sorry. I'll get it. Yeah. Jan, would you throw the picture up, please? Jan, wil je het plaatje alsjeblieft laten zien? Ta-da. Ta-da. All right, look. Doesn't look like much. Het lijkt misschien niet veel. Indian village in Mexico. In een dorpje in Mexico. That's the people I work with. Dat zijn de mensen waar ik mee werk. The poor of the land. De arme mensen in dat land. But what you don't know. Maar wat u niet weet. There are two things very important about this picture you need to know. Er zijn twee dingen belangrijk in dit plaatje wat u moet weten. The lady holding the baby. De dame die de baby vasthoudt. Was the captain of a cartel. Was de aanvoerder van een kartel. Very dangerous human being. Een heel gevaarlijk iemand. Doesn't look like it. Looks like a grandma. Het ziet er niet zo uit. Het lijkt als een omaatje. But that's after Jesus came upon her. Maar dat is nadat Jezus ontmoette. She reverted back to being a normal human being. En ze werd daarna weer gewoon een normaal menselijk wezen. Very dangerous lady. Killed a lot of people. Stole, robbed, ran drugs. Very hostile person. Hele gevaarlijke, agressieve vrouw die mensen heeft vermoord en drugs gehandeld en van alles. But it's the will of God. Maar het is de wil van God. For me. Voor mij. To go to these people. Om naar die mensen toe te gaan. It does not matter how dangerous. Het maakt niet uit hoe gevaarlijk. It doesn't matter how hostile the environment. Het maakt niet uit hoe vijandig die omgeving is. One thing matters. Er is één ding belangrijk. That's what matters. En dat is wat belangrijk is. Bowing to Jesus. Buigen voor Jezus. Not being afraid of humans. Niet bang zijn voor mensen. You see me, I'm aggressive. U ziet mij, u ziet dat ik agressief ben. I really want to run down there and look at you right in the face. En ik wil echt naar u toe lopen en u in het gezicht kijken. I feel the energy of it. En ik voel die energie. The reason you see me so aggressive this morning. En de reden dat u mij vanochtend zo agressief ziet. I just spent 2 weeks in the bush in Sierra Leone in Liberia. En ik heb de 2 weken doorgebracht in de jungle van Sierra Leone en Liberia. Yeah, northern part by Guinea. In de buurt van Guinea. Yeah, and so it was very hostile. Het is daar heel vijandig.
They wanted to kill me just because I'm Americano. En ze wilden me niet vermoorden omdat ik Amerikaan ben. They wanted to kill me because I'm a Christian. Maar ze wilden me doden omdat ik een christen ben. And they wanted to kill me because I'm in their faith. En ze wilden me doden omdat ik daar in hun gezicht kwam. Because I disagree with idolatry and demon worship. Want ik ben het niet eens met afgoderij en demonen aanbidding. I believe that Jesus is king. Ik geloof dat Jezus koning is. So you're gonna find me pushy. Dus je zult misschien ontdekken dat ik erg push. Always. Altijd eigenlijk. And so we pushed ourselves into this village. Dus we hebben onszelf in dit dorp no binnen geduwd. Er werd niemand gered. But then finally, after about 6 months of us going every week. Maar dat we daar 6 maanden lang iedere week naartoe gingen. These people accepted Jesus. Aanvaarden deze mensen Jezus. Ja. Well, the reason I put that picture up there. En de reden dat ik dit plaatje laat zien. Because that's the morning after that little baby had died. Want dit is de ochtend nadat die kleine baby gestorven was. And God raised that baby from the dead. En God wekte dat kind op uit de dood. Now, what's important for you? En wat belangrijk is voor u? Is the dad of the baby? Dat de vader van die baby. The nephew of the lady. Het neefje is van die vrouw. Is still a cartel captain. En hij is nog steeds een aanvoerder van een kartel. Very hostile to us. En heel vijandig naar ons toe. Very anti-Christ. Heel anti-Christ. But his baby died. Maar zijn baby ging dood. So, here's my question to you. Dus hier is mijn vraag aan u. The intellect that you trust so much. Het intellect waar u zoveel vertrouwen in heeft. Can it raise the dead? Kan dat de doden doen opstaan? Nee. No. Euros. Euros. Oh yeah. Dollars. Dollars. All of us want it. Dat willen we allemaal. Give me more. I want more. Geef me meer. Meer. We work hard for it. Werk er hard voor. And it's okay to work hard. Het is prima om hard te werken. I work every day of my life. I preach every day somewhere. Ik werk iedere dag van mijn leven en ik preek elke dag wel ergens. And it's right to work hard. Het is goed om hard te werken. But it's not right to follow money. You must follow Christ. Maar het is niet goed om het geld te volgen. Je moet Christus volgen. Because this. Want dit. This can solve a lot of problems. Want dit kan heel veel problemen oplossen. But should I worship it? Maar moet ik het aanbidden? If it's a god, I shouldn't be able to stomp it. Als dat een god is, dan moet ik erop kunnen stampen. I'm not against money. Ik ben niet tegen geld. I'm for Jesus. Ik ben voor Jezus. I'm not against you. Ik ben niet tegen u. I'm for Jesus. Ik ben voor Jezus. So stand up. Dus ga staan. And I'll finish my story. En dan ga ik mijn verhaal afmaken. Because I'm not here to curse you. Want ik ben niet hier om u te vervloeken. I'm here to bless you. Ik ben hier om u te zegenen. And I'm here to bless your land. En ik ben hier om uw land te zegenen. Because you're an awesome and great people, but the problem is you know that. Maar, want jullie zijn een heel geweldig volk en het probleem is dat jullie dat weten. And that's a very dangerous place to be. En dat is een hele gevaarlijke plek om te zijn. We need Jesus. We hebben Jezus nodig. You see me, I am a gifted man. U ziet mij en ik ben een begaafde man. All the gifts, I have done everything in this book. I've done it. Alles in dit boek, ik heb het gedaan. And it's awesome. En dat is geweldig. I feel the power of it. Ik voel de kracht. I'm also gifted with intellect. Ik ben ook begiftigd met intellect. I travel to all the continents now. Ik ben alle continenten geweest. We have churches in every continent of the planet. We hebben kerken in iedere, op ieder We're continent raising van de the planet. Dead in every continent now. In ieder continent wekken we de doden op. Wow, that's awesome. Wow, dat is geweldig. That makes you feel good and important. Dat maakt je dat je goed en belangrijk voelt. But it's not you. Maar dat bent u niet. It's Jesus. Het is Jezus. It's Jesus. Het is Jezus. I need to redirect a few of you.
Ik moet sommigen van jullie een andere kant op sturen. You are awesome and I admire you actually. Jullie zijn geweldig en ik bewonder jullie. I admire your land. I like your land. I like your food. Ik bewonder... I don't eat much because I'm fasting all the time, but I still like your food. Ik bewonder jullie land en jullie eten. Ik eet er niet veel van, want ik vast heel veel, maar ik bewonder jullie eten. I like it because you'll look me right in the eye. You're not afraid of me. I like that. Ik bewonder jullie want jullie kijken me recht in de ogen. That pleases me about you. En dat vind ik mooi aan jullie. But I also will look you right back. Maar ik kijk ook terug. A few months ago I was in Russia. Een paar maanden geleden was ik in Rusland. In Vladivostok. In Vladivostok. Right there by Korea and China. Bij Korea en China in de buurt. And they told me, they said, you're crazy, brother David. En ze zeiden tegen me, je bent gek, broeder David. We love you. We houden van u. You Americans will fight us. Jullie Amerikanen vechten tegen ons. I said, you're right about that. En ze zeiden, dat klopt. So it's important that you know who you are as a human. That's okay. Dus het is belangrijk dat je weet wie je it's bent als okay een mens. It's okay that you're intelligent. That's also okay. Het is prima als je intelligent it's okay bent. That you see the need for money and wealth. There's nothing wrong with that. En het is ook prima dat je beseft het belang van geld. But het these things are temporary things. Maar dit zijn tijdelijke dingen. Jesus is eternal. Jezus is eeuwig. That's our main goal in life is Jesus. Dat is ons belangrijkste doel in het leven is Jezus. So what we're gonna do, dus wat we gaan doen. We're gonna speak together. We gaan samen spreken. I want you, I'm gonna say it, I want you to repeat it if that's okay, please. Ik ga het tegen u zeggen en jullie moeten me nazeggen. Say these words, Lord Jesus. Zeg deze woorden, Lord Jesus. I need you. Ik heb u nodig. Lord Jesus. Heer Jezus. Help me. Help mij. Lord Jesus. Heer Jezus. I bless the water I drink. Ik zegen het water wat ik drink. Lord Jesus. Heer Jezus. I bless the air I breathe. Ik zegen de lucht die ik inadem. Lord Jesus. Heer Jezus. I bless the food I eat. Ik zegen het eten wat ik eet. Lord Jesus. Heer Jezus. I bless my family. Ik zegen mijn familie. Lord Jesus. Heer Jezus. I bless this land. Ik zegen dit land. I bless the dirt I walk on. Ik zegen de grond waar ik op loop. It is blessed. Het is gezegend. Because of the mercy of God in my life. Vanwege de genade van God in mijn leven. In Jesus' name. In Jezus naam. I rebuke the devourer. Ik bestraf de vernietiger. Against me and my family. Tegen mij en mijn familie. And against my land. En tegen mijn land. In Jesus' name. In Jezus naam. Come, Lord Jesus. Kom, Jezus. Come, Lord Jesus. Kom in Jezus. Come, Lord Jesus. Kom in Jezus. And touch our land. En raak ons land aan. In Jesus' name. In Jezus' naam. Thank you. Have a seat, please. Dank u wel. U mag gaan zitten. Now, before, keep the picture up there. Laat dat plaatje daar alsjeblieft. Jan. 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 Picture, Jan. Jan, plaatje. I'm sorry to y'all, but I'm just a blessed human being. Het spijt me naar jullie toe, maar ik ben gewoon een gezegend mens. I'm not afraid, I'm blessed, I'm just relaxed. Ik ben niet bang, ik ben gewoon gezegend. And that's good for me, because I'm a real soldier. Want ik ben een echte soldaat. And it's good for me to be at peace. En het is goed voor mij dat ik rustig ben. You don't want to meet the soldier, he's a pretty aggressive fella. En je wil de soldaat niet ontmoeten. Die is aardig agressief. You want the grandpa. Je wil de opa. That's right. You want the opa. Hey. Hold on, I gotta check the time. Plenty of time. Oh, we're great. Yeah. All right. Now. One thing you need to know. Eén ding moet u weten. I speak health to you in your body. Ik spreek gezondheid uit over uw lichamen. I'm 68 years old. Ik ben 68 jaar oud. Look at me. Kijk naar me. 68. I work out every day. En iedere dag train ik. I run every day. Elke dag loop ik hard. I am currently training for my 39th marathon. En ik ben nu aan het trainen voor mijn 39ste marathon. In 6 years. In 6 jaar. That's a big deal. From the head to the foot bottom of my feet. Van hoofd tot de zolen van mijn voeten. I am healed. Ben ik genezen.
That's a big deal as well. En dat is ook niet niks. There's nothing wrong with my body. Er is niets mis met mijn lichaam. Everything works. En zo werkt het. And I like that. En ik hou ervan. Jesus does that for me. Jezus doet dat voor mij. Jesus does that for me. Jezus doet dat voor mij. He loves me. Hij houdt van mij. And I love him back. En ik hou ook van hem. So I speak healing and health. Dus ik spreek genezing en gezondheid uit over in Jesus' name. In Jezus' naam. Holy Ghost. Heilige Geest. Ah, okay, here we are. Thank you, Jan. Dank je, Jan. This cartel lady. Deze kartel mevrouw. That just looks like a grandma now. Die nu op een omaatje lijkt. The Spirit of God come upon her. De Geest van God kwam op haar. And she got it was her getting saved was radical. En toen zij gered werd, was dat heel radicaal. It was radical how she got dramatically saved. Dat is heel radicaal hoe ze dramatisch gered werd. And when she came in, her whole crew came in. All of her people came in. En toen zij binnenkwam, kwam de hele bende binnen. Big deal. Was echt wel iets. But her nephew. Maar haar neefje. He didn't want nothing to do with Jesus. Wilde niets met Jezus te maken hebben. He was following his God, money. Hij volgde zijn God, geld. Still killing people, still kidnapping people, still running drugs. En hij doodde nog steeds mensen en hij smokkelde nog steeds drugs. But his baby died. Maar zijn baby ging dood. So how is money going to heal the baby? Dus hoe gaat geld jouw baby redden? How is his rifles going to heal the baby? Hoe gingen zijn geweren die baby genezen? How is his intellect going to heal that baby? Hoe ging zijn intellect die baby genezen? It does not work. Dat werkt niet. Only Jesus can bring life. Alleen Jezus kan leven brengen. And I admire all these people. You, I'm serious. I just look at people. They're awesome to me. En ik bewonder die mensen. Ik kijk naar mensen. The things you can do, you can hold the sea at bay and get more land. You're amazing. En ik vind het geweldig hoe jullie de zee kunnen tegenhouden. Ik vind het geweldig. Nobody else does it, just you. Niemand anders doet dat dan jullie. It's awesome. Fantastisch. But when the baby died, well, toen de baby doodging, middle of the night, the nephew comes to the aunt here. En dat neefje die komt hier naar het land. He's calling to her in the middle of the night. En hij roept er midden in de nacht. And instead of her just being a normal person, en in plaats van dat zij een normaal persoon is, she picked up her AK-47 out of the corner. Maar pakt ze AK-47 uit de hoek. Now she's saved. En ze is gered. But she still has her AK. Maar ze heeft nog steeds haar AK. And she walks outside with her AK. That is a little grandma right here. En dat is omaatje, hè? En ze loopt naar buiten. She walks outside with her AK-47. Ze loopt naar buiten met haar AK-47. Who is there? Wie is daar? And the nephew calls out, it's me, auntie, don't shoot me. En het neefje zegt, ik ben een tante, niet schieten. So he walks up and the little baby. En hij loopt er naartoe met die kleine baby. Is dead. Been dead for 5 hours. En die baby is 5 uur dood. Now get ready for this. You ready? En ga maar even schrap zitten. Zit u er klaar voor? She's been born again 2 months. Ze is 2 maanden geleden wedergeboren. Did you hear me? Heeft u me gehoord? No Bible school. Geen Bijbelschool. All she's got is a New Testament in her home. Het enige wat ze heeft is een Nieuw Testament in haar she's huis. She's only read a few scriptures. Ze heeft maar een paar versen gelezen. She has no formal training. Ze heeft geen officiële training gehad. But she listened to what we said to her. Maar ze luisterde naar datgene wat we gezegd hadden. If you can believe, als jij kunt geloven, all things are possible. Alles is mogelijk. So she took the baby. Dus ze nam die baby. Told him, come with me. En zei, kom met me mee. And they went in the house and sat down. En ze gingen naar het huis en ze gingen zitten. She sent him to gather up her crew. En ze riep haar bende bij elkaar. And now these are all new Christians. En we zijn op dit moment allemaal nieuwe christenen. Some of them still have their guns. Sommigen hebben nog steeds hun pistolen bij zich. Well, all of them do. Allemaal eigenlijk. And which I'm in agreement with that. I'm an American. And, I'm all right with that. En ik vind het prima, want ik ben Amerikaan. Ik snap het.
If they'd let me, I'd have a gun down there. But als ze mij toestemming zouden geven, zou ik dat ook bij me houden. I'm not going to trust the gun. Maar ik vertrouw niet op een geweer. Trust Jesus. Ik vertrouw Jezus. So, okay. So they said. She said to her people. Dus zij zei tegen haar mensen. You heard these men preach to us. Jullie hebben gehoord wat die mensen tegen ons gepreekt hebben. You heard them tell us that Jesus is king. Jullie hebben gehoord dat hij zei dat Jezus koning is. That Jesus is king even of death. Dat Jezus zelfs de koning over de dood is. It doesn't matter what killed this baby. Het maakt niet uit hoe die baby dood is gegaan. It matters that Jesus is our king. Het enige wat uitmaakt is dat Jezus als koning is. Now these are brand new Christians. En dit zijn echt nieuwe christenen. They don't even know how to pray. Ze weten niet eens hoe ze moeten bidden. So they took their Bible. Dus ze namen hun Bijbel. And they lay it on the baby. En ze legden die op de baby. They don't even know what to say. Ze wisten niet eens wat ze moesten zeggen. God of this book. God van dit boek. We think your name is Jesus. We denken dat u Jezus heet. Heal this baby. Genees deze baby. And they kept saying that for 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. En ze zeiden dat over en over 1, 2, 3, 4 uur lang. At the fifth hour, which was the 10th hour, the baby was dead. En het vijfde uur, toen was de baby inmiddels 10 uur dood. The little leg raised up. En een klein beentje omhoog. And breath came back. En er kwam weer adem. And the baby came back to life. En de baby kwam weer tot leven. Die baby. This is what I want you to say. En dit is wat ik wil vertellen. Lord Jesus. Heer Jezus. I love you. Ik hou van u. I want that. Dat wil ik. That's what I'm looking for. Daar zie je naar uit. It's the power of the gospel. Het is de kracht van het evangelie. Come to my home. Kom naar mijn huis. Come to my spirit. Kom in mijn geest. In Jesus' name. In Jezus naam. Jezus naam. Amen. You see, I like my job, right? U ziet wel dat ik van mijn werk hou. It's because I'm right. Want ik heb gelijk. I'm right about this. Ik heb hier gelijk in. Making money. Geld. I have contacts all over the world. I see where I could make lots of money. En ik heb contacten over de hele wereld. Ik heb manieren om op heel veel manieren geld te verdienen. I see that is easy now. En dat vind ik nu makkelijk. But that's not what I'm about. Maar daar gaat het niet om bij mij. Gathering people and having an army and going fighting certain wars. I can do that. En mensen bij elkaar brengen en een leger vormen en gaan vechten, dat kan ik. But it's not right for me. Maar dat is niet goed voor mij. So let me read you what is right. Is that okay? Mag ik u voorlezen wat goed is? Okay, Jan, you can drop it now. Thank you. Jan, we'll go to another story in just a minute, but I want to act like we're in church and read a couple of Bible verses. Nee, ik wil net nog in de kerk zitten en een paar Bijbelgedeelten lezen. Let's see here. Mark chapter 10 verse 26. Markus 10 vers 26. Jesus. My granddaughter's telling me every day in all these services she'll holler at me, Papa. En mijn kleindochter in iedere dienst dan roept ze opa. She'll look at her hands. En ze kijkt naar de handen. She's covered in gold every day. En elke dag is ze bedekt met goud. I like that. You hear me? Dat vind ik mooi. What else could I do for my granddaughter other than have God paint her with gold? Wat kan ik nog meer voor mijn kleindochter wensen dan dat God haar verft met goud? That's the best thing you can do. Dat is het beste wat je kan doen. She asked me if she could go with me to Africa. Ze vroeg me of ze mee mocht naar Afrika. I said, yeah, but you have to graduate first. Ik zei, dan moet je eerst slagen voor je middelbare school. Because you're liable to go over there and never come back. Want het is mogelijk dat je naartoe gaat en nooit meer terugkomt. So you at least need a certain amount of education. Dus je hebt in ieder geval een bepaalde hoeveelheid kennis nodig. So she did that. Dus dat heeft ze gedaan. And we actually got our visas to Mozambique. We hebben onze visa gehaald voor Mozambique. And it was impossible. En het was onmogelijk. And all of a sudden my phone rings.
En plotseling gaat mijn telefoon. And it's Miss Pamela Maxwell. En het is Pamela Maxwell. From Iris. Van Iris Ministries. Works right under Miss Heidi. Die werkt met Heidi Baker. She said, you need to pray, David. Ze zei, je moet bidden, David. War broke out again. Er is weer oorlog uitgebroken. I said, all right. Ik zeg, prima. I said, but I've already bought my ticket. Maar ik heb mijn ticket al geboekt. And we have our visas. En we hebben onze visa binnen. So I'm coming. Dus ik kom. Well, you need to know they're overrunning lots of our churches and killing our people. Maar je moet weten dat onze kerken worden aangevallen en onze volk wordt vermoord. That's not my problem. Dat is mijn probleem niet. My problem is Jesus. Mijn probleem is Jezus. What the bad guys do is not my problem. Wat de slechteriken doen is niet mijn probleem. It's my problem what the good guys do. Mijn probleem is wat de goeie doen. Jesus is king. Jezus is koning. So then, dus toen it got really hard. Werd het echt zwaar. So Miss Heidi calls me. Heidi belt me op. She said, I'm gonna ask you a hard thing. Ze zegt, ik ga iets heel moeilijks vragen. Everybody, they've kicked all the foreigners out of Mozambique. Ze hebben alle buitenlanders in Mozambique uitgeschopt. But I understand you have your visas. Maar ik begrijp dat je je visa hebt. I said, I do. Dat klopt. She said, even though you might die, I need you to come anyway. En hoewel je misschien dood zult gaan, wil ik toch te graag dat je komt. How many people do you personally know that you can ask that to do? Hoeveel mensen ken jij persoonlijk die je dat zou durven vragen? There's not anybody. Niet één. But you see, you need to be that person. Maar jij moet die persoon zijn. Who is reliable? Die betrouwbaar is. In faith. In geloof. Who will push into the impossible with the possible? Die met het mogelijke het onmogelijke doordringt. Because everybody can see that it's impossible. Want iedereen kan zien dat het onmogelijk is. But who steps toward the impossible? Maar wie stapt het onmogelijke binnen? Amongst everybody in this room, there's one person in 100 that will even try. In een ruimte als deze is er misschien 1 op de 100 die het zou durven proberen. 1% of humanity. 1% van de mensheid. Walks toward problems. Loopt op problemen af. 99% of humanity. 99% van de mensheid. Run away from problems. Rent weg van de problemen. All right. Now you add faith to me. Nou, je voegt geloof toe aan mij. You add belief that I'm a son of God. En je voegt geloof toe dat ik de zoon van God ben. You add belief to my heart that Jesus is king. Je voegt geloof toe aan mijn hart dat Jezus koning is. Then there's nothing that I won't try to do. En dan is er niets wat ik niet wil proberen. Because I believe Jesus is king. Want ik geloof dat Jezus koning is. And no amount of your great counselor, wisdom, brother. En niemand van jullie geweldige raadgevers, broeders. Will stop us. Kan ons tegenhouden. Jesus is king. Jezus is koning. So I got the dads, because there were 5 girls going. Er waren 5 meisjes die gingen. Her age group, 5 girls. 5 meisjes van haar leeftijdsgroep. So I got the dads together. Dus ik haalde ze bij elkaar. I told them we're going to go and I'm going to go. En ik zei, we gaan. And a high possibility that I won't come back. Er is een mogelijkheid dat ik niet terugkom. And I need you men to decide whether you're going or not. That doesn't include your daughters. En ik wil jullie mannen laten nadenken of je ook wilt gaan. Dat is niet inclusief jullie dochters. And my son is always the first one to speak up. How old is he? Debbie, how old is he? 45? En onze zoon van 45 is altijd de eerste die 46. Spreekt. 46. 46. My son is 46. Mijn zoon van 46. He always stands up when I make these statements. Hij gaat altijd staan als ik zo'n uitspraak doe. And he looks me right in the face. En hij kijkt me recht in de ogen. Are you going, Dad? Hij zei, ga jij, pa? Yes, I'm going. Ik zeg, ja, ik ga. Then I'm going with you. Hij zei, dan ga ik ook mee. Man, that's awesome. Dat is geweldig. What an awesome son. Wat een geweldige zoon. And I told him, I said, son, we might die. En ik zei, zoon, we gaan misschien dood. You know what he said to me? Hij zei, weet je wat hij tegen me zei? I would rather die besides you working for Jesus. Ik ga liever dood samen met jou als je met Jezus werkt. I said, then load your suitcase and let's go. En ik zei, nou, pak je koffer in, dan gaan we. Because I'm going. Want ik ga. But you have to make the decision for your daughter. Maar jij moet een beslissing voor je dochter maken. So we called, all the men said yes.
Dus riepen ze bij elkaar, ze zeiden allemaal ja. So then we called the daughters in. Dus we riepen de dochters bij elkaar. And I didn't tell them the harshness of the problem, a little bit of it. Ik vertelde ze niet helemaal de ernst van het probleem, een beetje maar. And I looked at my granddaughter right in the eyes. En ik keek mijn kleindochter recht in de ogen. I said, I need you not to go. En ik zei, ik heb niet nodig dat je gaat. And she's just, you know, just a young girl. You know, she don't understand all this fear thing. En het is een jong meisje die begrijpt al die angstdingen niet zo. She says, is dad going? Ze zei, gaat pa? Yes. Ja. Are you going? Gaat u? Yes. Ja. Then I'm going. Dan ga ik ook mee. I said, suit yourself. Ik zei, wat je wilt. Pack your suitcase. Pak je koffer in. And see, in your world, you can't comprehend that. En in jullie wereld, dat kun je niet begrijpen. For a lot of reasons, and they are valid, by the way. En voor heel veel redenen, en echt goede redenen. I do understand. Ik begrijp echt. That I don't want my granddaughter to die and get raped and sold into slavery and everything else. Dat ik niet wil dat mijn dochter doodgaat en verkracht wordt en verkocht wordt in slavernij. But there's a difference. Maar er is een verschil. In who she is. In wie zij is. Than who a normal person is. En dan wie een normaal persoon is. She is a daughter of Zion. Zij is een dochter van Zion. And she is her daddy's daughter. Zij is de dochter van haar vader. And she is my granddaughter. Ze is mijn kleindochter. You can have her. Je kunt er. When we're dead. Je kunt er hebben als ze dood is. Is that clear? Is dat duidelijk? Fair enough. Shakaba. So together. Dus samen. We went. Gingen we. But then Miss Heidi calls back and says. En Heidi belt terug en zegt. We have some missionary kids that are here. We hebben hier wat kinderen van zendelingen. Would you please bring your granddaughters? Wil je kleindochters alsjeblieft meenemen? I said I've already talked to them and we're on our way. Ik zeg, ik heb al met ze gepraat, we zijn onderweg. You know what she said to me? En weet je wat ze tegen me zei? I knew I could count on you. En ik wist dat ik op je kon rekenen. See, this is who you need to be. Dit is wie je moet zijn. Look what this says. Kijk eens wat hier staat. In verse 26, please read that. In vers 26. Mark 10, 26. Marcus 10, vers 26. Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar, wie kan er dan nog gered worden? You want some water? Yeah, why not? Yeah, please. I just want to make sure. I took some water, so I want to make sure you had some. Appreciate it. Thank you. You're welcome, sir. A little bit of respect goes a long way. Heel klein beetje respect, dat gaat heel ver. So, I want you to look at what the disciples were shocked and astonished. En de discipelen waren verbaasd. How can someone be saved? Hoe kan iemand gered worden? Look what Jesus said in verse 27. En kijk eens wat Jezus zegt in vers 27. Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God is alles mogelijk. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Amen. Doen. Alles is mogelijk. Everything is possible. Fasanita. It's very important. Heel belangrijk. That you understand what I'm trying to say to you. Dat u begrijpt wat ik tegen u zeg. I don't consider myself special. Ik beschouw mezelf niet als heel bijzonder. People ask my wife mensen almost every day of her life. Mensen vragen bijna elke dag aan mijn vrouw. How do you live with that guy? Hoe kun je met zo'n man leven? And you know what she says, and I admire her. En weet u wat ze zegt? En dat bewonder ik. She says he's normal. Ze zegt hij is normaal. You're not. Jullie niet. With me and it's not possible. Met mensen is het niet mogelijk. Your mind can't get it. Je verstand kan het niet bevatten. You have to go by the Spirit of God.
Je moet bij de geest van God gaan. You have to walk in faith in the name of Jesus. Je moet in geloof wandelen in de naam van Jezus. You know it would be hard on us if anything happened to her. You know that. Je weet dat het moeilijk zou zijn als voor haar als het zou iets met ons zou gebeuren. En dat klopt. But what I live in Mexico, where she grew up, is a war zone. Maar als we in Mexico zijn, waar zij is opgegroeid in een oorlogsgebied. Every night you hear gun battles where we live. En iedere nacht hoor je geweren afgaan waar wij wonen. Let me just say this to you. Laat me u dit vertellen. Jesus is king. Jezus is koning. You have to decide that. En dat moet u beslissen. And you, all of you are looking at me. You look at me. I look normal. I look like you. En u kijkt naar mij en ik zie er normaal uit. Ik zie eruit zoals u. But you're observing me and saying you're not normal. Maar er zijn die zeggen van je bent niet normaal. That's not what it is. Dat is niet wat het is. What it is I'm decided. Wat het is ik ben vastberaden. I don't have to make a decision. It's already done. Ik hoef geen beslissing te nemen. Het is al geschied. Could I share the decision with you? Mag ik die beslissing met u delen? Jesus is king. Jezus is koning. Now, let's read another verse first. We gaan nog een vers lezen. The verse he started in yesterday in Luke chapter 1. In Lucas hoofdstuk 1, het vers wat hij las gisteren. We'll start. Well, we'll just read a couple of verses just because. Oh, sure. Sounds good. Just read, if you will, Luke chapter 1, verse 30, 31, 32, and 33. Please. 30. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. That's 30 to 34. 34? All the way. All right. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. So my question to you is, mijn vraag aan u vandaag. You believe the gospel. Geloof je het evangelie? You believe Jesus is the son of God. Je gelooft dat Jezus de Zoon van God is. You believe he came here by the Virgin Mary. Je gelooft dat hij is geboren uit de maagd Maria. Do you understand there was no intimacy? Heeft u begrepen dat er geen intimiteit is geweest? Snapt u? The Spirit of God came on the lady. Dat de geest van God op die dame kwam. And touched a normal human being. En een gewoon normaal menselijk wezen heeft aangeraakt. Who you now have made into an idol. Die jullie nu een afgod hebben gemaakt. All right. Okay. Verse 35. Vers 35. Please. De engel antwoordde. De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. What if? Wat als? God wants to overshadow us. Als God ons wil overschaduwen. Like he overshadowed her. Zoals hij dat bij Maria deed. What if? Wat als? He wants to make us pregnant with nations. Dat hij ons zwanger wil maken met naties. What if? Wat als? He wants to make us pregnant with miracles. Hij ons zwanger wil maken met wonderen. And signs and wonders. Tekenen en wonderen. What if he overshadows us and fills us with his power and his mercy? Wat als hij ons overschaduwt en ons vult met zijn kracht en zijn genade? What would that look like? Hoe zou ik eruit zien? I know what it looked like. Ik weet hoe het eruit ziet. A believer. Een gelovige. You have officially seen one. Je hebt er echt lichamelijk een gezien. People say to me, you think a lot of yourself. Mensen zeggen, je denkt wel veel van jezelf. Nee. No. I think a lot of he who greater is he who is in me. Ik denk heel veel van hem die in mij is, is meer dan die in mij is. His name is Jesus. Zijn naam is Jezus. Yeah.
You save a cartel captain. Je zag een kartelkapitein. Because you know you want to raise a baby from the dead. Want je weet dat je een baby uit de dood wil opwekken. That's important. Dat is belangrijk. But to get the gospel to the cartel captain. Maar om het evangelie naar de leiders van zo'n kartel te brengen. You need me. Heb je mij nodig. Do you understand? Snapt u? You are needed in the kingdom. Je bent nodig in het koninkrijk. You are useful in the kingdom. Je bent nuttig in het koninkrijk. But you need to allow the presence of God to overshadow you. Maar je moet toestaan dat de tegenwoordigheid van God jou overschaduwt. Because with me and it's impossible. Want bij mensen is het onmogelijk. But with God. Maar met God. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Zoiets. Is that close? Pretty close. Okay. Close enough. Close enough, thank you. I bless you. You see me? Ik zegen u en u ziet mij. You understand? I have enough knowledge and intellect. I could really blast you. You know that, right? U weet dat ik genoeg intellect en kennis heb dat ik u omver kan blazen. Dat weet u toch? But that doesn't get me. I've done it before. It doesn't work. Maar weet u, ik heb het geprobeerd. Het werkt niet. But it does work. Maar wat wel werkt. Expressing energy. Maar wat wel werkt is de energie uitdrukken. In showing you a different path. In het laten zien van een andere weg. Because most people don't even know the path is it's right beside us. Want de meeste mensen weten niet dat het pad vlak langs ons loopt. All we have to step into it and start walking. Het enige wat we hoeven te doen is erin te stappen en te beginnen lopen. Because Jesus is king. Want Jezus is koning. All right, let's read the next verse, please. 36 and 37. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. For with God, nothing shall be impossible. Bij God is niets onmogelijk. But do you believe that? Maar gelooft u dat? Yes, brother, praise the Lord. Ja, broeder, prijs de Heer. Well, then signs should be following you. Maar dan zouden tekenen je moeten volgen. Because Jesus said. Want Jezus zegt. To him who believes. Aan diegenen die geloven. These signs will follow him. Deze tekenen zullen je volgen. You will heal the sick. Je zult de zieken take genezen. Serpents. En de slangen drink any oppakken. It will not hurt them. Dodelijke dingen drinken en het zal je niks niet deren. Do you understand? I go to all these war zones around the world. Snap je? Ik ga naar al die oorlogsgebieden wereldwijd. I drink the water. I eat the food. Ik drink het water. Ik eet het eten. Look at me. Kijk naar me. I'm healthy. Ik ben gezond. I am blessed. Ik ben gezegend. You look at my suitcase, you don't find a pharmacy. En je kijkt in mijn koffer en er zit geen apotheek in. Jesus. You find a Bible. Er ligt een Bijbel. It's the pharmacy. Dat is mijn apotheek. Jesus. All right. I want to tell you another story. Ik wil nog een verhaal vertellen. Now, this thing is very serious. I'll save this. I told you in the beginning. I'll do it now. I was holding it till now. En ik had je verteld dat ik ging vertellen. Ik heb het tot nu toe bewaard. I want to do it on a Sunday morning. En ik wil het op een zondagochtend doen. Just get right in the face of the religious spirit. En recht in het gezicht van de religieuze geesten. It's a war zone. We zijn hier in een oorlogsgebied. And so it got really bad for a while. Het werd echt heel heftig. Some of my lead pastors didn't want us coming. En sommige van mijn voorgangers wilden niet dat ik er naartoe ging. You see what color my skin is? Ziet u de kleur van mijn huid? Around here it looks normal. Hier ziet dat er normaal uit. But everywhere else on the planet it's not normal. Maar overal op andere plekken in de wereld is het niet normaal. So. Dus.
If I show up to a village, als ik in een dorpje kom, immediately these cartel soldiers come. Komen ogenblikkelijk die soldaten van die kartels. 150-200 met automatische geweren. And they kill everybody. En ze doden iedereen. And they sell us back to our families. En dan verkopen ze ons terug aan onze families. Okay. So you have to be cautious how you handle these things. Dus je moet heel voorzichtig met die situaties omgaan. So several years I wasn't even allowed to go up there just because of my color. En vroeger zou ik er niet naartoe zijn gegaan vanwege mijn huidskleur. But then finally they told me, you can come now. We know we made peace with the cartel. Maar uiteindelijk zeiden ze, je kunt komen. We hebben vrede gesloten met het kartel. Now this is the church has made peace with the cartel. En dit is de kerk die heeft vrede gesloten met het kartel. I didn't believe them. En ik geloofde ze niet. I thought the cartel had bought them, paid them off to capture me. En ik dacht dat ze de kartels hadden betaald om mij gevangen te nemen. But it turns out that was an unfounded or unwarranted fear. Maar dat was een ongegronde angst. Big guy. Grote jongen. And so, I'm not going to tell you the whole story. I'm going to tell you what happened a few weeks ago. Ik ga niet het hele verhaal vertellen. Ik vertel alleen wat een paar weken geleden is gebeurd. I was invited there to do a campagna. Ik was uitgenodigd om daar een campagne te doen. Same word. That yeah. Sounds to me. That's the same beautiful, word. Isn't it? Because campagna is Spanish to me. Yeah, Dutch too. Castellano. Ook Spaans. So. Campagne. All right. I decided to go. Dus ik besloot om er naartoe te gaan. But I handpicked 10 men. Ik heb persoonlijk 10 mensen uitgekozen. And I had a meeting with them twice to explain to them we're not coming back. En ik heb heel duidelijk aan ze uitgelegd 2 keer dat we niet terug zouden we're komen. We're going to go up there and I drive a really nice four-wheel drive. En we gaan naartoe en ik rij een hele mooie four-wheel drive. And the cartel bosses want my truck. En de kartelbazen wilden mijn auto. But I'm going anyway. Maar ik ga toch. Now, what I'm fixing to tell you is amazing. Now, en wat ik ga vertellen is echt geweldig. What I need to know from your elders is how spiritual can I be? En ik wil nu even van de leiders hier weten hoe geestelijk kan ik zijn. You all right? Mag het? All right. Okay. Because this is a big deal. Want dit is heel wat. I had nothing to do with it. I was just there. Ik had er niks mee te maken. Ik was er gewoon. It wasn't me. Ik was het niet. It was the Shekinah glory of God that het was de Shekinah heerlijkheid van God die dat deed. Now, this is bizarre. This is awesome. Dit is bizar. This is why I tell you that third wave of power is on the planet. En daarom vertel ik u dat die derde golf van kracht op deze planeet is. I just saw it the other day. Ik heb het gezien. And I want to leave that with you. En ik wil dat bij u laten. And let it fester and grow in here, the presence of God and the glory of God. Ik wil dat het groeien hier en dat de heerlijkheid van God komt. All right. So I get to this location. Dus ik kwam op die plek. Immediately the cartel is notified. En ogenblikkelijk wordt het kartel geïnformeerd. We're 4 vehicles. Met 4 voertuigen zijn we. You don't even travel with 2 there. Je gaat er niet eens met 2 op pad. You're just in their face. En in hun gezicht. That was not the plan, but it's the way it turned out. Dat waren we niet van plan, maar zo gebeurde het gewoon. You need some more water. Yeah, let's do some water. Okay, sure. Let's go ahead. Good stuff. Thank you, sir. You're welcome. Soon as we started going toward where we're going to have the campagna. Dus toen we naar die plek gingen waar we die campagne zouden houden. 3 vehicles full of AK-47s got right in behind us. Kwamen er gelijk 3 voertuigen achter ons aan met AK-47's. Now I looked in my mirror, en ik keek in mijn spiegel. And I told the guys in my truck, start praying right now. En ik zei de mensen in mijn voertuig van begin op dit moment te bidden. Don't look back at them. Niet achterom kijken. And this is how it went. En zo ging het. The guy that invited me is in the back of my truck. De man die mij had uitgenodigd zit achter in de auto. They called the cartel people called in to the boss.
En de mensen van het kartel belden hun baas op. And they named the guy in my truck. En ze noemden de naam van die man in mijn auto. All right, this is important, ready? En dit is belangrijk. He said, I know him. En ze zeiden, ik ken hem. He's a hallelujah. Hij is een halleluja. That's what they call us. Zo noemen ze ons. Hallelujahs. Hallelujahs. Because that's all we ever say. Hallelujah. Dat is het enige wat we altijd zeggen. Halleluja. So. So, he said, leave them alone. Hij zei, laat ze met rust. Make sure they're going to the campaign site. Zorg ervoor dat ze naar die campagneplek gaan. Put armed men all the way around the area. Zet gewapende mannen om dat hele gebied heen. If they do anything but praise God. Als ze iets anders doen dan de Heer prijzen. Kill everybody. Mag je iedereen doodschieten. Do you understand how important it is for you to worship God? Snap je nu hoe belangrijk het is om God te aanbidden? So they put people all the way around us with guns. Dus overal om ons heen stonden mensen met geweren. Do you understand how critical this is? En snap je hoe kritiek deze situatie was? Okay. Dus. So we go there. Dus wij gaan er naartoe. Sons and daughters of Zion. Zonen en dochter van Sion. We don't care what they do. En het maakt ons niet uit wat ze doen. We just want to worship Jesus. We willen gewoon Jezus aanbidden. I would never call me innocent ever. Ik zal mezelf nooit onschuldig noemen. But God is with me. Maar God is met me. So there's a bunch of us came, a few hundred people. Dus een paar honderd mensen kwamen bij elkaar. And so we're sitting there now. They got all the bad guys around us. Dus we zitten daar en alle slechteriken om ons heen. We're all praying, help us God, help us God. En we bidden allemaal, help ons God, help Please ons. Please don't let us get shot. Laat ons alsjeblieft niet doodgeschoten worden. And they invited me to eat because that's you always eat there. En ze nodigden me uit om te komen eten, want dat doen ze er altijd. So I went over there with the pastors and I'm eating. Dus ik ging naar die voorgangers en ik zat te eten. Now, here's where it changes. En hier verandert het. That's tents. That's pressure from the devil. Die druk van de duivel. All right. But all of a sudden the Spirit of God came. Maar plotseling kwam de geest van God. Now, I'm eating. Ik zit te eten. You understand? Snapt u? But the people saw me stand up. Maar de mensen zagen dat ik ging staan. But I didn't stand up. Maar ik stond niet op. But the people saw me stand up. Maar de mensen zagen dat ik opstond. And they saw me walk over to the music people. En ze zagen dat ik naar de muzikanten liep. You don't have a shofar. Jullie hebben geen shofar. And they saw me pick up a shofar. Ze zagen dat ik een shofar oppakte. But I'm this me. Maar deze ik is over there eating. Zit hier nog steeds te eten. The other me. En de andere ik is over there blowing a shofar. Staat daar een shofar te blazen. Okay, I didn't see the other me. En die andere ik heb ik niet gezien. But all the people saw him. Maar alle mensen zagen hem. Okay, now here's the real spiritual part. Here we go. En hier komt het echt geestelijk gedeelte. As the shofar me. En de shofar ik. Is blowing. Die blaast. Out of the end of the shofar. En uit het uiteinde van die shofar. Comes the smoke of the Shekinah presence. Komt de rook van de Shekinah heerlijkheid. All the people saw it. En alle mensen zagen het. In the presence of God. En de tegenwoordigheid van God. Now we are surrounded by enemy. En wij zijn omringd door de vijand. But God is with us. Maar God is met ons. The Shekinah glory came. De Shekinah heerlijkheid kwam. And it started going, hitting, going through the people. Toef, toef. En het raakte de mensen, ging dwars door de mensen heen. Toef. Everybody there got healed. All of them. Iedereen werd genezen. Iedereen. All of them. Iedereen. You were singing it a while ago. Or he was saying it. Everybody be healed. Hij zei, iedereen zal genezen worden. When Jesus went into a village, all were healed. Toen Jezus in een dorp kwam, werd iedereen genezen. This is a reality now. Dit is de werkelijkheid nu. One lady. I just want to say this. One lady. Eén dame. 38 years. 38 jaar. Osteoporosis. Osteoporose. Her legs had broken so much that both of her feet were turned backwards. Haar botten waren zo vaak gebroken dat er allebei haar voeten naar achter waren gedraaid. And were froze. She's a cripple. En ze is helemaal verkreupeld. Constant pain. Constante through her pijn. Whole body. Haar hele lichaam.
When the Shekinah glory hit her. Toen de Shekinah heerlijkheid haar raakte. Ging dwars door haar heen. Instantly healed. Ogenblikkelijk genezen. Instantly healed. Ogenblikkelijk genezen. God gave her new feet. God gaf haar nieuwe voeten. After 38 years of bone breaking every few minutes, God gave her healing of osteoporosis. Na 38 jaar dat de botten voortdurend braken en osteoporose had en kreupel, ogenblikkelijk genezen. I never saw the angel. Ik heb die engel nooit gezien. I'm over there eating. Ik zit lekker te eten. And the other me is over there blowing a shofar. Die andere, ik sta daar een shofar te blazen. I need you to want this. En ik wil dat je dit wil. Because the black magic witch that had cursed us and said that she would come and kill me with curses. Want de zwarte magie heks had ons vervloekt met cursussen. I'm up preaching. En ik sta te prediken. And she walked straight up to me and started cursing me. En ze liep recht op me af en begon me te vervloeken. And I'm looking at her. En ik kijk eraan. What's up? En ik zeg, wat is er? What's the matter with you? Wat je? Why are you cursing me? Waarom vervloek je mij? Be gone. Weg. Jesus hit her. En Jezus raakte eraan. She flew through the air and bounced. Ze vloog door de lucht en stuiterde. And when she got up, en toen ze opstond, she started screaming and crying and accepting Jesus as Lord. Begon ze te roepen en te schreeuwen en ze accepteerde Jezus als Heer. Stand up, please. Ga alsjeblieft staan. Make sure you turn it off, please. You good? Yeah, sure. Would you like a throat lozenge? I have a couple of them, different flavors if you like. Yeah, if I'd rather have some water. Just water, okay. Yeah. Thank you very much. Yeah. You don't want to see the soldier. Je wilt de soldaat niet zien. You need the grandpa. Je hebt de opa nodig. That's a true statement. En dat is een so we'll keep the grandpa around. Dus we houden opa nog even hier. The fun one. De leuke. Jesus. Jezus. So I need you to worship Jesus. Ik wil dat je Jezus aanbidt. I need you to worship Jesus. Ik wil dat je Jezus aanbidt. Jesus. Listen, I bless you. I speak over this land, the Shekinah glory. Ik zeg je en ik spreek over dit land, de Shekinah heerlijkheid. Everybody thinks I'm special and iedereen denkt dat ik bijzonder ben. I just love Jesus. Ik hou gewoon van Jezus. And I believe it's right for me to go and do these things. En ik geloof dat het goed is dat ik deze dingen doe. I do feel fear. Ik voel angst. But I press forward anyway. Ik ga toch door. So I speak over your land, the Shekinah glory of God. Dus over dit land spreek ik uit de heerlijkheid van God. I speak over your land, the healing of God. Ik spreek over dit land de genezing van God uit. I rebuke the devourer against this land. Ik bestraf de verslinder over dit land.